Bij het Nationaal Leger zijn afgelopen vrijdag 128 militairen bevorderd tot een hogere rang. Minister Matura benadrukte wederom dat het personeel een wezenlijke bijdrage levert aan de veiligheid van het land, met onder andere de projecten die worden uitgevoerd. Jefne Sandveld is door minister Emmanuel van Ros geïnstalleerd als de nieuwe directeur van Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland, FOB. Sandveld heeft in haar 4 jaar als projectcoördinator ervaring opgedaan in het werk en de uitdagingen rond het vergaren van fondsen. Haar focus ligt nu op de verdere ontwikkeling van het binnenland. Het commissariaat Coroni zal in het kader van een schoolmilieu 40 stuks afvalcontainers plaatsen bij scholen en openbare instanties. De containers zijn door het kabinet van de president beschikbaar gesteld. DC Michael Winter acht een schoolmilieu in zijn bestuursgebied van eminent belang voor een leefbare en veilige omgeving.